Goedemorgen, de familie Dirksen. Goedemorgen. Hier in de Randmeer. Ja. We gaan met u beiden, op uw verzoek terug naar uw oorlogsjaren. Ja. En voor u en voor u zijn al die oorlogsjaren verschillend. Ja. Ik begin een beetje met u en dan vullen we elkaar een klein beetje aan. Ja. Hoe oud was u toen en hoe groot was uw familie? 7 jaar was ik. En met, even kijken, 7 kinderen. 4 jongens en 4 meisjes en 3 jongens. Maar ik ben alleen nog oom van de zusters. En dan heb ik nog 2 broers. Alleen broer is ook overleden. En u woonde hier in Harderwijde? In Putten. In Putten? Ik woon in Putten, ja. Dat is een gevoelige plaats in de oorlog. Nou, ja, heel wat meegemaakt. Waar bent u geboren? Hoe groot was uw gezin? 5 man met ouders mee. Vader en moeder en dan 2 broers. En in Harderwijk, in de kleine Oosterwijk ben ik geboren. In de binnenstad? Ja, in de binnenstad. Maar met het uitbreken van de oorlog had mijn vader een huis laten zetten op het Hoge Pad. Tegenover de Graf Otterlam. En hij was meubelmaker en toen kreeg hij ontslag. En toen is hij voor zijn eigen begonnen met een boerderijtje. En dat was op het Hoge Pad. Dat was voor ons dus elke dag naar de school lopen. Eerst had je de spoorlijn en dan kreeg je de verkeersweg en dan kreeg je die kerk. En dan, ja, dan liep je zo binnen door naar de school, Academiestraat. En in het begin van de oorlog was er nog niks aan de hand. Dat begon eigenlijk later, hè, in 1943. Want toen hebben de Duitsers zitten een stuk afweer geschud, achter in die heg bij ons. En dan zaten die Duitsers, we leefden eigenlijk helemaal met Duitsers samen. Dus we zaten aan de ene kant zat Kranenburg, waar ze aan het exerceren waren. En aan de andere kant zaten die Duitsers in dat stuk geschut. Ja. Dat ook wel eens schoot natuurlijk. Want bij mijn oma, die opa, die aan de Leutse weg toen, daar werd door de woning nog heen geschoten vanaf dat geschut. Dan moesten ze laag richten. Toen de tijd lag er een gekantelde locomotief op de hoek van de Brellenweg, Kampweg. En elke keer kwamen die vliegtuigen daar, en dat was wel een heel omhoog gezicht hoor. Dan zaten we daar met mijn vader op het land en dan donken ze zo achter elkaar en dan schieten die bommetjes schoten uit die vleugel. Ja, ja, ik vond het nog mooi ook. Hoe begon de eerste jaren van de oorlog in Putten? Nou, het was op een zondag de kerk en alle mannen moesten werden weggevoerd, moesten weg. En mijn vader met zijn zwager, die zijn naar het Driedorp. En hebben ze bij een boer in een hooiberg geslapen. Waarom moesten die mannen allemaal weg? Die werden weggevoerd. Want er zijn 600 man weggevoerd. Er zijn er wel een paar van teruggekomen. En ook een paar zijn uit de trein gesprongen. Maar mijn vader die heeft gelukkig overleefd. Maar mijn vader die heeft... ook nog in de aardige kastjes naar verstopt en ook in de schoorsteen. En mijn jongste broer, ja, die was klein, papa zit daar. Nou, dat hebben ze gelukkig niet begrepen, want daar was hij ook meegenomen. Vreselijk, hè? Ja. Ja. Het was van de Duitsers een vergeldingactie, hè? Ja, ja. Er was daar iemand doodgeschoten? Ja, ja, ja. Bij Olden Allerook, bij in... En Nijkerk daar, ja. Oldenhallebrug. Ja. Dat heeft een diepe indruk gemaakt op de Puttenaren. Zeker, zeker, ja. Ja. Nou ja, Putten zou helemaal verbrand worden, dus we moesten weg. En mijn moeder met een paar kinderen, en ik had ook een invalide zuster, in de kinderwagen bij Ermelo, over de hei. En mijn moeder die zegt, die wou wel de Bijbel meenemen, de Bijbel, deze in de... Dus we hebben in Volksbelang in Ermelo hebben we geslapen in het stro. Ja. En een zuster van mijn moeder, en er was nog een vrouw en die was vreselijk aan het vloeken. Toen zegt mijn tante, mens vloekt niet zo. Ja, dat was heel heftig. En er zijn heel weinig mannen teruggekomen. Er zijn heel veel mannen gesneuveld toen. Ja, ook een oom met zijn zoon. Die zijn ook niet meer teruggekomen. Nou, en toen terug naar Putten, nou ja, ons huis stond er dan nog, maar ja, toch heel veel afgebrand.
We gaan even naar 43, daar had u het net al over. Ja. In het begin ging het allemaal goed. Jawel. En was het allemaal rustig. Ja. En de Duitsers veranderden zachtjes. Waarom? Ja, dat, ik denk dat ze het benauwd kregen van Europa natuurlijk, want de overheid kregen ze op de huid. En, maar in die in rustige tijd, ja, dan hadden we weinig last van die mensen. Maar dat werd natuurlijk allemaal anders, want ik weet nog dat er in de kerst 44 zijn er twee mensen doodgeschoten die liepen langs de spoorlijn heen. In het Slingerbos zijn ze doodgeschoten. En toen ben ze nog naar Steven Beekhuis, die had zo'n sleepwagen, ben ze s'nachts gekomen om die mensen op te halen van die spoorlijn af. En die werden gelegd op de overweg hier. De andere kant van de weg, want er was een nagezicht, die man was nog in zijn maag geschoten, zijn herenwanden lagen nog een beetje op de straat. Wow. Ja, en ik was jong natuurlijk, maar ik wou dat zien. Hè. En dan draaien die Duitsers die bomen dicht om er een beetje mensen te krijgen, want om dat allemaal te zien, ik was terrorist tot de boven die twee mensen. Ja, dat is aangrijpend allemaal. En er was nog een heer, dat was een... Die nam zijn hoed af. En die nam zijn hoed af voor die twee mensen die er lagen. En er stapte hij zo voor dat zijn ook in langs. Dat vond ik wel flink van hem. Waren dat bekende mensen? Hadden wij nee, ik kende ze niet. Ze hadden een Duitser geholpen, geloof ik. Met een auto die in het vast zat in het zand. En nee, dat wordt verteld. Want dat weet ik ook niet of dat waar is. En toen hadden ze dan die moffen gezegd. Ja, maar dan mogen we niet meer lopen, want het is sperrtijd. Ah, hadden die Duitsers gezegd, loop maar, zeg maar dat je ons geholpen hebt. Ja, en in het Slingerbos hebben de wie dat gedaan heeft, ze zien komen lopen en prt. Ja, toen zag je echt wat oorlog was. Terug naar Putten. Ja. Zonder al die mannen. Wat deed dat met Putten? Heel veel. Heel veel, ja. Dan moet je door. Ja. Kan dat? Waar haal je steun dan vandaan, ja, om dan door te gaan? Ja, nou ja, van boven, hè. Moeilijk, hè? Ja. Ik zie het dan nu, het is een moeilijke tijd geweest. Moeilijke tijd, ja. En wat is het dan eigenlijk een rijkdom dat uw vader het overleefd? Zeker, zeker, ja. Ja, want net zo goed had hij ook weggevoerd kunnen worden. Ja. En wat deed je dat met uw vader? Kon hij daarover praten? Zoveel mannen, zoveel vrienden, zoveel... Ja, ja, ja. En ook van die jonge jongens, 18 jaar. Nou, er zijn er ook veel niet meer teruggekomen. Dat is helemaal verschrikkelijk, hè. En die zijn er helemaal gemarteld en alles. In Duitsland. Elk jaar wordt dat herdacht, hè, in Putten, hè? Ja, in oktober. In oktober? Oktober, ja. Er zat een monument aan de Rijksweg en dat wordt elk jaar in oktober herdacht. En al die trekkers die van richting Amsterdam kwamen met kinderwagens, met allemaal langs om aardappels te kopen. En dan kwamen ze hier bij de Fino, dat was de fabriek. Daar kregen ze gratis allemaal een kom soep. Daar stond de Fino bekend voor. En ja, dan gingen ze weer verder. En dan sommige mensen kwamen aan de deur schooien of ze wat eten kregen, want ze hadden hartstikke honger. Volgeladen kwamen ze dan soms terug van de boeren waar ze dat gekregen hadden in het noorden. Ja, dat was wel allemaal nare tijd. Toen is mijn vader, had ook een paard. En dat paard dat werd gevorderd voor, voor het sleepwerk en stenen rijden van Stellinghaven naar die bunkertjes die er in de stadswijde staan. Dat moest hij doen. Dan was hij de hele dag weg en dan kwam hij s'avonds terug met paard. Maar daar was hij ook nog wel weer blij dat hij niet in een vliegtuig gezien had van want het barstte toen van de vliegtuigen. Ja. Ja, en daar heb ik altijd al zo'n interesse voor gehad. En die bommenwerpers, die 's morgens nog keurig informatie richting Duitsland vlogen. En dan op de middag kwamen die ze weer terug en dan waren ze gehavend. Dan was die informatie helemaal uit elkaar gerukt. Kon Putten, na zo'n ramp wat zich daar afgespeeld, de bevrijding vieren? Ja, het is wel gevierd, maar toch moeilijk was dat, hè?
Het verdriet van het missen van zoveel mannen, ja, had toch de overhand. Ja, zeker, ja. Ja. En nu, in Harderwijk, op naar de bevrijding? Ja, we hoorden ze komen, dan hadden ze zo'n verkenningsvliegtuigje, die zo'n pieper of hoe heet zo'n ding, die cirkelden voor het leger uit eigenlijk. Om te kijken of er wat was wat beschoten moest worden. En dan hoorden we de tanks vanaf Ermelo naderen, dat rommelden en ineens waren ze er. U hebt met het gezin wel een engeltje op je schouder gehad. Ja. Ja. Maar u ook. Ik ook. Ook zeker. In punten afgespeeld hebt. Ja. Maar dat is wel een overeenkomst die u beide hebt, dat engeltje. En uw vader, hè, voelde die zich eigenlijk niet van waarom ik... Waarom ik niet? Ja. Waarom heb ik dit overleefd? Ja, dat heeft hij wel afgevraagd. Ja. Ja, want dat... Kon hij dat een plek geven? Ja. Maar of was hij daar heel dankbaar voor? Ja, heel dankbaar. Ja. Je was er wel heel, heel dankbaar voor, ja. Maar ja, het was wel allemaal heel spannend. Ja. Hoe werd de bevrijding gevierd in Harderwijk? En toen, ja, toen barstte de vreugde los, er kwam de deur, gingen de deuren open, er kwamen mensen die binnen verdwenen waren, die kwamen voor de dag. En ja, feesten vieren, erebogen maken boven de straten en een drukte en de muziekverenigingen. Ja, dat was echt feest vieren. Bij alle verdriet dat er natuurlijk, want er waren ook, er zijn ook mensen gefusilleerd in de oorlog. En ja, die komen niet meer terug. Maar ja, toen de bevrijding, en dat was de roes van feestvierende mensen. Dat was het. Ja. Wat wilt u de jongere generatie meegeven van deze oorlog? Moeten we blijven herdenken? Heeft u een boodschap voor de jeugd? Nou, ik vind dat de jeugd weet het niet meer, hè. Die weet niks van die oorlog die wij meegemaakt hebben. Ik denk wel dat het goed is. Dat het nog herdacht wordt. Zou de mensen geleerd hebben? Want hoeveel mensen sterven er nou onnodig naar soms? In Amerika en hier begint het en waar dat heen moet.